What's up J-Squad en welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we iets doen, mensen. We gaan reageren op dingen. Het is vandaag geen video op een video, maar het is vandaag een video op artikels. Die dat er natuurlijk ook elke dag zijn in het nieuws. En ik ben er een paar tegengekomen waarvan ik dacht, oh, dat verdient een commentaartje. Dus laten we gewoon starten. En tegen het einde van de video gaan we reageren op de nieuwe single van Femke Louise, die dat deze nacht om 12 uur is uitgekomen. Wat een uploaduur ook, 12 uur 's nachts. Maar wat ieder zijn ding. Dus ik ga starten met het allereerste artikeltje. Ik ga niet heel het artikel lezen, gewoon de belangrijkste zaken of de titels. En ja, de rest volgt. Een Vlaamse moeder met een dochter van 6 en een zoon van 10 schreef laatst een opiniestuk waarin ze haar ongenoegen uitte over de namen die sommige spelletjes krijgen op de jeugdbeweging. Dat zie je, ik ken zelf niet veel van jeugdbewegingen. Ik heb daar zelf ook nooit in gezeten. Maar kijk, zie, ik heb een jeugd gehad en ik heb af en toe een beweging gehad, dus op zich. Komt daar hetzelfde neer. Zo wordt een van de spelletjes waarbij jongens en meisjes over elkaars lichaam heen moeten glijden bijvoorbeeld verkrachtertje genoemd. Of hebt u bijvoorbeeld al gehoord van het spelletje opengereten vagina of abortusje? Jezus Christus. Wat moet ik mijn eigen inbeelden bij zo'n spelletjes? Is dat een veld met kinderen en een groepje daar dat je ineens roept oh hé, hey, laten we opengereten vagina spelen. 3 meter verder, ja, ja, wie het eerst bij de baarmoeder is. Allee, ik weet het niet, hè. Dat is mijn eerste gedacht. Een abortusje begot. De ouders van de mensen dat die naam of dat spel hebben verzonnen hadden beter abortus gepleegd, denken we niet? Swat, genoeg marginaliteit. Volgende artikel. Een man die een baby van 14 maanden oud naar eigen zeggen voor de fun in een wasmachine opsloot en die verschillende keren liet ronddraaien, is in het Franse Perpignan veroordeeld tot 3 jaar cel. Tja, die zal gedacht hebben, het is pas zondag terug kermis in asociaal stad. Laat ik vandaag gewoon het wasmachine gebruiken. Daar zal de klein wel blij mee zijn. Hoe komt het erbij om uw baby in een fucking wasmachine te steken? Waar is de pret? Fun, 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 daar begint de pret. Of in deze zijn geval, spel, 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 daar begint de cel. Marc Dutroux wil in brief spijt aan slachtoffers betuigen. Dat weer tijd na 743 jaar, daar ben ik mee akkoord. Alleen wat jammer dat de postbodes van deze tijd nog geen brieven kunnen leveren. Onder de fucking grond, hè, marginaal, alsjeblieft. Dat gaat het goed maken. Oh, de families vergeven je al. Hier taart en koekjes. Instagram lanceert nieuwe functie zodat je mensen kan negeren. Ja, dat hadden we nodig. Dankjewel technologie dat jij er bent om ons dingen te laten doen die dat ons menselijke lichaam nooit zou kunnen. Zitten we echt op deze punt? Zitten we er echt, mensen? Misschien moeten we in de plaats van die nieuwe functie gewoon onze ballen gebruiken. En even eerlijk zeggen van Patricia, vandaag is het even een dag dat ik het moeilijk heb met u te zien of te spreken omdat ik u een degoutant rotmens vind. Maar morgen is dat allemaal over en dan ben ik weer terug. Even goede vrienden, tot morgen, hè. Doei! Gewoon eerlijk zijn, man. Serieus. Wat scheelt er met iedereen? Of wat scheelt er met die mensen dat artikel schrijven? Tesla komt met vliegende auto. Ja, maar er gebeuren nog niet genoeg accidenten, hè. Maar nee, serieus, dat is een geweldig idee. Die denken in hun eigen, op de grond, nu, hier op de baan, is er zoveel miserie en zoveel accidenten, dat er gewoon geen plaats niet meer is voor de accidenten dat er eigenlijk nog bij komen elke dag. En die denken, maar de lucht is oneindig, laten we al die marginalen daar in de lucht steken en laten ze dan daar maar accidenten maken met elkaar. Want daar hebben wij op aarde geen last van. Hè? Rustige zondagmiddag, geen bad. Ik hoor wat trillingen op me afkomen. Wat zou het zijn? Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Oh nee, dat is het niet. En voordat je het weet, zit er mee een autodeur te baden. Maar goed, laat ze maar vliegen. Ben benieuwd. En als laatste vandaag, mensen, hebben we een primeur. Want gisteren nacht, om 12 uur exact, heeft Femke Louise haar nieuwe single gedropt. Ik ga die nu beluisteren met jullie en ik ben heel benieuwd wat ik er zelf van vind en wat dat jullie reactie is. Dus ik gun ze beet boven, gaat er een poll verschijnen waarin dat je kunt zetten of dat je het goed vindt of niet goed. Zeker doen. We gaan ervoor. Ik zal een mooie aankondiging geven, hè. Dames en heren, vandaag op mijn YouTube-kanaal voor het eerst Femke Louise haar nieuwe single Zonder Jou.
was het maar waar. Dus we tellen af. 3, 2, 1, go! Ik ben fit. Zo, het was misschien een beetje kort, maar dat is ter bescherming voor de kijkers en voor mezelf. Het is niet de bedoeling dat we zometeen allemaal met een stoma rondlopen in het ziekenhuis door Femke Louise. Hè? Dus dat is weer genoeg bacterie voor een dag. Dankjewel Femke voor deze ziekteverspreiding. Spijtig genoeg is het weer het einde van de video. In ieder geval, ik ben er morgen weer, want ik plaats elke dag 7 op de scène. Just what? Oké. Okay. Mannetjes, als je het een leuke video vond, even abonneren hier. Of hier ergens. Ik weet dat eigenlijk nooit niet waar ik dat ga zitten. Hier. Hier. Ik ben er nu waarschijnlijk zo over aan het gaan. Of achter. Hier. In ieder geval, even abonneren. En ook belangrijk, het belletje naast de abonneerknop aanklikken. Want dan krijg je een melding elke keer als ik een video plaats. En zo hoeven jullie niks niet meer te missen. Ik maak zo graag video's voor jullie. En ik hoop dat jullie er morgen weer bij zijn voor een nieuwe video. Top of flop. Voor de mensen die niet weten wat het is. Dat is dat ik games of apps of andere dingen test. En daar mijn niet ingehouden mening over geef. En als je part wilt zijn van de J-Squad, abonneer dan zeker en dan zie ik jullie morgen in een nieuwe video. Doei!